Welkom bij mijn laatste vlog voor de zomervakantie. Na de zomervakantie volgen weer nieuwe vlogs. Deze vlog wil ik het hebben over een onderzoek wat de afgelopen jaren door de VU, tegenwoordig Amsterdam UMC geheten, is gedaan onder leiding van professor Dr. Rosemarie Dreus. Rosemarie is de oprichter, de moeder van de ontmoetingscentra Dementie, een vernieuwende vorm van dagbesteding. En de afgelopen jaren hebben wij bij 11 ontmoetingscentra Dementie als extra activiteit ook dement talent aangeboden, waardoor mensen met dementie daar vrijwilliger zijn geworden. Of vanuit het ontmoetingscentrum weer gewoon vrijwilliger in de maatschappij. Nou, er zijn voor dit onderzoek tientallen mensen met dementie gevolgd, geïnterviewd, maar ook hun familieleden, ook hun zorgverleners. En dat heeft geleid tot een aantal conclusies en een persbericht van de VU met als titel Vrijwilligers. Werk voor mensen met dementie, een gouden greep. En wat je zag is dat voor de mensen met dementie het belangrijkste resultaat was een aanzienlijke vermindering van neuropsychiatrische klachten. Wat moet je dan aan denken? Aan apathie, aan agitatie, aan geïrriteerdheid, aan depressie. Voor mantelzorgers bleek dat die zich aanzienlijk minder emotioneel belast voelen. Dat ze zien dat hun partner zich beter in het vel gaat, zich beter in het vel voelt en zij ook meer tijd voor zichzelf hebben. En als laatste, ook niet onbelangrijk, de VU heeft geconcludeerd dat dementtalent gecombineerd met ontmoetingscentra dementie een kosteneffectieve interventie is voor mensen met dementie. Dus dat de kostenbaten ten opzichte van andere interventies er gunstig uitspringen. Nou, kortom, allemaal hele positieve resultaten. En ik hoop dat dit onderzoek aanleiding zal zijn dat op meer plekken in Nederland het gesprek over vrijwilligerswerk voor mensen met dementie op gang gaat komen. Wat de VU ook heeft geconcludeerd is dat het niet vanzelf gaat. Dat we het hebben over een forse cultuurverandering en dat het van belang is dat het goed begeleid wordt. Nou, wil jij ook in jouw woonplaats met demente talenten aan de gang? Haal een aantal mensen bij elkaar, vorm een initiatiefgroep, nodig ons uit en we gaan gezamenlijk kijken hoe we er wat moois van kunnen maken. Tot slot, een prettige vakantie en we zien elkaar op een later moment weer.